This is B. The B of BAM. The B of building houses, roads, and infrastructures, and the B of the bricks to be building with. Today, people, companies, and ideas all move from A to B. But in the future of building, new technologies create new opportunities, making B merely a starting point. The future of building and the journey of BAM exists beyond B, in a world that's vastly different, yet right around the corner. See? This is our vision, the direction we're heading in. Our journey is from B to C. To a future where builders become creators, where we make it before we make it. Where all the bricks follow the clicks. Where we don't start a project at the beginning, but continuously learn from past projects and experiences. Where business planning becomes co creation with our colleagues, customers, and all our stakeholders. Where we are no longer building in isolation, but where all our structures are connected through a continuous stream of data. The more we collaborate, the quicker we unlock potential. Today we are building the present, but have already started creating the future. We are moving to C. For ourselves, for our customers, and for the world. Join us today, and together we will move to C. BAM moves from B to C. Let's move together. Building the present, creating the future. Uh, mooi verhaal, denk ik, om uh, uh, in te leiden over een uh, verhaal dat ik gehouden over de digitale transformatie bij uh, Bam. Maar uh, allereerst wil ik mijn collega René Beurs uh, feliciteren met het winnen van de award uh, dit jaar. Eerste keer dat een aannemer, een bouwbedrijf, uh, de award uh, wint. Dus uh, van harte gefeliciteerd. Um, mijn verhaal gaat uh, over een, een aantal onderwerpen. Ik heb het uh, verhaal uh, onderverdeeld in, uh, in een aantal blokken. Ik begin even met een hele korte introductie van de Koninklijke Bandgroep. Vervolgens ga ik in op de why, de how, de what van de digitale transformatie. Dus ik zou zeggen, uh, autogordels vast achter uw stoelen thuis. Uh, dit wordt een snel verhaal. Uh, dus ik hoop dat ik jullie uh, 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 kan, uh, kan enthousiasmeren over de digitale transformatie die bij BAM uh, plaatsvindt. Um, Allereerst wil ik kort een introductie doen van de Koninklijke BAM-groep. BAM bestaat uit twee uh, business lines. Eén uh, business line die zich bezighoudt met, uh, met bouw en uh, ontwikkeling. En de tweede business line die zich bezighoudt met uh, civiele techniek of infrastructuur. Dat zijn onze twee belangrijkste business lines met onze thuislanden in uh, met name de West-Europese landen. En daarnaast hebben we nog een internationale tak, BAM International. Een aantal uh, uh, cijfers van BAM. Ik zal daar niet al te veel uh, van uh, zeggen, maar we hebben een, uh, een omzet van uh, ongeveer 7 miljard op jaarbasis. Uh, 20.000 medewerkers en een schamele 1% winst. En dat is echt iets wat, uh, wat omhoog moet, waar we wat aan moeten doen. Um, als laatste slide voor de introductie van BAM: een aantal aansprekende projecten die we wereldwijd uitvoeren, uh, twee hier uh, uh, in de buurt van Rotterdam. Het depot Bormans van Beuningen, wat bijna klaar is voor opening. Een prachtig iconisch gebouw in het centrum van Rotterdam. En het tweede gebouw wat we aan het maken zijn hier in Rotterdam is de Zalmhaven. Een volledig geprefabriceerd gebouw waar ik zo meteen nog iets meer over ga vertellen. De brug in Zwolle, een mooi infrastructuurproject... waar we met name ook veel geprefabriceerde onderdelen in hebben verwerkt. Middenonder zie je een project op de Zuidpool... Uh, een heel bijzonder project uh, waar wij uh, slechts in een hele korte periode onze werkzaamheden kunnen verrichten. Dus uh, logistiek is daar belangrijk. Hè? Er zit geen gamma onder, om de hoek. Dus het is belangrijk dat we de logistiek daar op een hele goede manier uh, voorbereiden. Uh, rechtsboven het Museum van de Toekomst in, uh, in Dubai. Uh, op dit met het meest complexe project wat in uitvoering is uh, op de wereld. En rechtsonder het, uh, het, uh, de Yas Arena in, in Abu Dhabi... waar wij een, uh, een, uh, een vergelijkbaar complex bouwen als hier in Amsterdam de, uh, de Ajax Arena. Mijn verhaal gaat uh, starten nu met de why. Waarom doen wij dit? Wat is, waarom is dit zo belangrijk om die, uh, die digitale transformatie in onze wereld uh, voor elkaar te gaan krijgen? Ik begin even met een plaatje van de bouwsector. Het, type, het typologeren van de bouwsector. Het is een sector die ongeveer verantwoordelijk is voor 6% van het GDP, van de wereldwijde GDP. Um, we hebben een groot aantal medewerkers in dienst in onze sector, uh, meer dan 180 miljoen. De omzet in onze sector groeit uh, naar zo'n beetje 17,5 triljard dollar uh, in 2030. En uh, elke euro die we investeren in onze sector genereert ongeveer drie keer zoveel economische activiteit. Dus een hele belangrijke sector voor de economie uh, wereldwijd. Maar we hebben ook een aantal hele negatieve aspecten die, die we mee moeten nemen. Um, um, uh, wat wat uh, je zou kunnen zien is dat ongeveer uh, 40% van, uh, van uh, het energieverbruik wereldwijd uh, wordt uh, gebruikt in de, in de hele levenscyclus van, 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 van bouwen en, uh, en ontwikkelen. Uh, ongeveer ook 40% van de CO2-uitstoot in, uh, in, op dat gebied. 50% van het gebruik van uh, natuurlijke materialen. Dus we belasten de aarde op een uh, vrij uh, intensieve manier. Onze winstpercentages zijn, uh, zijn laag. Uh, dit is een gemiddelde over de hele sector rechtsboven in dit plaatje. We hebben een tekort aan mensen in onze sector. En rechtsonder misschien wel het meest uh, frustrerend... slechts uh, 25% van de projecten die wij uitvoeren in, in de wereld van bouwen en uh, ontwikkelen... Komt, uh, wordt, wordt gerealiseerd binnen 10% van de marges qua tijd, qua geld, et cetera. Dus we hebben het best wel lastig in onze sector... Als je kijkt naar arbeidsproductiviteit, dan zijn wij ook uh, 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 achteraan in de, in, in de, in de klas. Uh, als je kijkt naar alle industrieën, die hebben zo'n beetje 150% groei doorgemaakt in arbeidsproductiviteit over de laatste 40 jaar, de bouwsector is met 20% achteruit gegaan. Daarnaast zijn we ook, uh, uh, staan we me meestal onderaan in het lijstje van digitalisatiegraad van, uh, van industrieën. Hier zie je dat we op de een na onderste plek staan. Als je die twee met elkaar com combineert: de arbeidsproductiviteit op de. Uh, horizontale as en de uh, uh, digitalisatie-index op de verticale as, dan zie je dat de bouwsector helemaal links onderaan in dit plaatje terechtkomt. Zelfs onder agriculture, fishing en hunting. Best wel schokkend. Gelukkig is er ook wat goed nieuws. Uh, dit is een onderzoek van uh, ING wat, uh, wat recent uh, gedaan is, waarin uh, uh, gezegd is, of, uh, aangetoond is dat de arbeidsproductiviteit in Nederland in elk geval uh, groeit. Dus we zien daar de afgelopen jaren wat, uh, wat groei ontstaan. Dankzij digitalisatie, dankzij uh, nieuwe methodieken die worden inge ingevoerd in onze sector. Dus gelukkig zijn we met een inhaalslag bezig. En het grote probleem in onze sector is dat we heel gefragmenteerd zijn, uh, zijn ingericht. Hè. We hebben, iedereen kent het verhaal dat we ergens silo's zijn ingericht. Daarnaast is onze levenscyclus waarin wij onze projecten realiseren ook heel gefragmenteerd. Allerlei as, uh, aparte disciplines die zich bezighouden met stapjes in het, uh, in het hele proces. We gooien als het ware de informatie over de muur van de ene fase naar de andere fase, waardoor je een, een uh, continu waarde uh, verliest tijdens die overdrachtsmomenten. En daardoor krijg je zo'n zaagtand als uh, op het scherm uh, te zien is. En we willen veel meer naar die vloeiende lijn, waarbij we een digitale uh, uh, benadering hebben over de hele levenscyclus van onze projecten. En informatie laten stromen door het hele proces, zonder steeds die waardeverliesmomenten te creëren. Consultancybedrijven zien, uh, zien enorm potentieel om de bouwsector te verbeteren. Er worden allerlei adviezen afgegeven, uh, winstpercentages of koststevings uh, genoemd van 27 tot 38 procent of hoger door het toepassen van allerlei enablers die uh, zouden kunnen helpen om in de, onze industrie te verbeteren. Ook Boston Consulting Group komt met dit soort cijfers. Die zijn iets uh, Iets, uh, iets, iets lager, 13 tot 21 procent of 10 tot 17 procent. Maar nogmaals, als wij slechts een fractie van dat soort getallen zouden kunnen realiseren... dan zouden wij onze sector al een, stuk beter kunnen, kunnen, een stukje kunnen verbeteren. En er zijn heel veel technologieën in onze sector aanwezig die we zouden kunnen gebruiken. Uh, dit is een plaatje van het World Economic Forum... waarop de horizontale as de impact staat, op de verticale as de likelihood... dat bepaalde technologieën worden geïmplementeerd in onze sector... En dit zijn digitale technologieën, gistechnologieën, een verzameling van allerlei technologieën die we kunnen gebruiken om onze sector uh, een stap verder te kunnen brengen. Tegelijkertijd moeten we wel uh, uh, ook de risico's van, uh, van een hogere graad van digitalisatie serieus nemen. Um, dit is ook weer een plaatje van het World Economic Forum, waarbij uh, uh, de grootste bedreigingen voor onze sector, uh, voor, voor de industrie, worden genoemd. Dus niet specifiek voor de bouw. Maar je ziet hier bijvoorbeeld dat uh, uh, cybersecurity een uh, steeds belangrijker aspect wordt. Dus hoe meer we digitaliseren, hoe meer aandacht we ook moeten geven aan, uh, aan aspecten als cybersecurity. Dus uh, de voordelen komen ook met, met, met uh, investeringen in dit soort, uh, dit soort in aspecten. Ten slotte. Um, is denk ik dit een hele belangrijke slide, ook wel een rode draad voedt door mijn presentatie. Ik wil daar later ook nog wel op terugkomen. Um, de driehoek mens, technologie en proces. Um, Technologie is, uh, is, uh, is belangrijk en ik denk dat onze software vendors zoals S3 en, en vele anderen ons daarbij ondersteunen om goede technologie uh, beschikbaar te stellen voor de sector. Dus dat is, uh, dat is redelijk beschikbaar. Processen wordt wat lastiger uh, kunnen wij op zich uh, redelijk goed uh, digitaliseren, kunnen we vernieuwen, kunnen we herontwikkelen. Uh, maar met name de kant, de factor mens is de belangrijkste factor uh, om mee te nemen om, uh, om continu. Uh, bewust van te zijn dat we die mens meenemen in de ontwikkelingen die wij, uh, wij uh, doornemen. Dit is een onderzoekje van EY, uh, dat gedaan is onder een groot aantal CEO's uh, internationaal. En er zijn vier van de vijf uh, topprioriteiten, uh, topchallenges uh, die genoemd worden, hebben te maken met mens, de menskant, met de weerstand tegen verandering, et cetera, et cetera. En dan is er nog de potentiële disruptie vanuit de IT en de start-up uh, wereld. Uh, hier wat plaatjes van, van Google, van Amazon, van Catera. allerlei bedrijven die niet uit de sector komen, traditioneel gezien... maar wel een voet aan de grond krijgen in de sector. Hoofdaannemer worden op een project in Canada bijvoorbeeld. Of Amazon die een fabriek opent om woningen te produceren en te verkopen. Je kunt nu op de Amazon-website een woning bestellen... en een tijdje later op, op je eigen stukje grond laten plaatsen. Catera, start-up... Die begonnen is met, met het aantrekken van een aantal mensen uit wat andere industrieën, de auto-industrie, de uh, uh, computerindustrie. En die hebben een hele nieuwe supply chain ingericht, uh, hun proces volledig geïntegreerd en zijn op een hele slimme manier nu bezig met het produceren van woningen in fabrieken. En dat doen ze al op een aantal locaties in de wereld. Met veel succes. De traditionele bedrijven in de industrie kunnen natuurlijk niet achterblijven. BAM heeft dat al een, een lange tijd uh, voorzien en wij zijn volop bezig met het uh, positioneren van onszelf als internationaal leider op het gebied van digital construction, van de digitale transformatie. Dit plaatje is een, uh, geeft een aantal redenen waarom we dat doen. Er is heel veel potentie om, uh, om onze industrie, onze, ons bedrijf te verbeteren. He, we kunnen veel beter inzicht krijgen in de hele levenscyclus van onze projecten door veel meer te digitaliseren. We kunnen op een geïntegreerde manier onze projecten ontwerpen, et cetera, et cetera. We kunnen efficiëntie verhogen, faalkosten verlagen, voorspelbaarheid vergroten. Allemaal van dat soort zaken zijn belangrijke zaken om, om, als, 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 als potentieel voor, voor die digitale transformatie. Safety staat op de, plek, op de ene onderste plek, moet eigenlijk bovenaan staan. Dat is altijd een factor waar we continu veel aandacht aan moeten besteden. Uh, misschien wel het belangrijkste uh, potentieel voor verbetering. En we zien die effecten daarvan ook ontstaan. Uh, we begonnen met het filmpje Building the Present, Creating the Future, from B to C. En we zagen daar een aantal hele mooie voorbeelden van onze transitie van B naar C. Wij gebruiken intern inderdaad het, uh, het credo Building the Present, Creating the Future. Wat we daarmee zeggen eigenlijk is wat, dat we de future creëren op een digitale manier. De toekomst creëren we op een digitale manier. We zeggen ook wel in onze organisatie, we build it before we build it. We bouwen het eerst op een digitale manier voordat we het op een fysieke manier gaan realiseren. Dus dat is het hele, de hele strategie van BAM, de hele visie van BAM om die digitale transformatie te ondersteunen. En dat is wat beter gevisualiseerd in dit plaatje, waar ik jullie even kort heen wil nemen. Je ziet hier die digitale kant aan de bovenkant, de fysieke kant aan de onderkant. De groene blokjes dat zijn meer de, de, de volledig digitale voorbereiding van onze, onze werkzaamheden, van onze projecten. En of dat nou infraprojecten zijn of bouwprojecten, dat, dat maakt niet uit. We beginnen met het scannen van de bestaande situatie. Dat kan een analoge scan zijn, maar veel, veel meer tegenwoordig een digitale scan... waarbij we de 3D point cloud scans gebruiken om een bestaande situatie in kaart te brengen. Vervolgens gaan we ontwerpen op basis van die uh, gescande uh, situatie... en gaan we onze nieuwe situatie uh, creëren. De derde stap hier is de simulatiestap. Het, dus tijdens dat ontwerpproces gaan we allerlei simulaties doen. Denk aan uh, uh, constructieve berekeningen, denk aan uh, uh, gis-achtige toepassingen uh, in, in de ontwerpfase. Uh, waarbij we kunstwerken in een gisomgeving plaatsen. Denk aan energieberekeningen, denk aan duurzaamheidsberekeningen, denk aan logistieke uh, aspecten die we, die we meenemen. Denk ook aan visuele aspecten, dat we onze eindgebruiker inzicht geven in de eindsituatie van bijvoorbeeld een woning of een, uh, of een, uh, of een tunnel of dat soort uh, type van projecten. Dus die simulatie, een hele belangrijke stap in die digitale fase van het project. Tijdens die drie stappen creëren we als het ware onze Digital Master. Dus niet te verwarren met een digital twin, maar een digital master, waarvan we gaan bouwen in die oranje stappen in het proces. We gaan dan onze productie doen, zoveel mogelijk in fabrieken. Ik heb er zo wat voorbeelden van. We gaan vervolgens assembleren op de bouwplaats en uiteindelijk gaan we uh, op basis van de Digital Twin, die we tijdens die eerste vijf stappen creëren, gaan we onze beheer- en onderhoudsfase uh, in. Tijdens al die stappen produceren we heel veel data. Die data wordt in het centrum, in het hart, opgeslagen, in allerlei cloud-based en ook uh, fysieke systemen op, uh, op onze locaties. En met behulp van die data passen we met AI en machine learning allerlei uh, 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 methodes toe om te leren en te schalen en om continu te verbeteren en onze man ons management te, zien, te voorzien van informatie. In het laatste deel van mijn presentatie wil ik met jullie door die zes stappen heen lopen... om wat voorbeelden te geven, wat meer smaak te geven aan hoe wij met digitale technologieën in onze organisatie bezig zijn. Ik wil beginnen met de, de, de scan-stap. Je ziet hier een voorbeeld van ons project in, in Londen... waarbij we een renovatie hebben gedaan voor de Tower Bridge in, in Londen. En je ziet hier heel duidelijk hoe we daar een 3D-scan van hebben gemaakt tijdens dat proces... Om continu input te geven aan onze ontwerpers, om volgende stappen te genereren, om dat ontwerp te optimaliseren op basis van die 3D-scan als uitgangspunt. Vervolgens gaan we de ontwerpfase in. Een ander voorbeeld uit Londen, in dit geval Kings Cross, een complete kantoorwijk die we daar hebben opgezet, deels nieuwbouw, deels renovatie. Waarbij je hier als het ware een city information model ziet. Dus alle infrastructuur is daarbij. Ondergrond is in kaart gebracht. Ook koppelingen met GIS zijn hier gerealiseerd. Uh, en uh, dit, dit is een voorbeeld van hoe we die koppelingen maken met bijvoorbeeld het ArcGIS Geoportaal. Dit is een voorbeeld van onze, een van onze projecten hier in Nederland. De vechthalfverbinding in de provincie Overijssel. Waar we een 3D model van een kunstwerk in ons ArcGIS Geoportaal plaatsen. Om die twee werelden met elkaar te verbinden. Dus je ziet steeds meer van dit soort voorbeelden in onze organisatie. Als we dat doen, kunnen we dan ook gaan coördineren. Kunnen we clashes detecteren hè, tussen ondergrond en uh, kunstwerken, maar ook uh, in gebouwen, tussen installaties en uh, 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 constructieve uh, elementen in zo'n uh, zo gebouw. Hè, dus dat klesje en 3D-coördinatie is een heel belangrijk aspect in die, met name die simulatie- en ontwerphoek. Dat ontwerp gaan we ook steeds verder uh, digitaliseren. Je ziet hier een voorbeeld van het uh, parametrisch ontwerpen, wat we steeds meer doen in onze omgeving. In dit geval. In plaats van het tekenen van lijntjes en, en cirkels, wordt op basis van een parametrisch model een complete woonwijk ontworpen. Met een druk op de knop, je geeft een aantal uitgangspunten en die woonwijk wordt ontworpen. In dit geval een woonwijk in, in Tiel. Er kan ook nog een stap verder door het toepassen van zogenaamde generative design solutions. Hierbij laten we het ontwerp. Eigenlijk min of meer volledig aan de computer over. We geven een aantal randvoorwaarden in, als de kostprijs in een bepaalde soort bandbreedte, de CO2-uitstoot van zo'n product wat we, wat we toelaten, de kosten die het mag hebben, et cetera, et cetera. En op die manier uh, geeft de computer een aantal uh, voorbeelden. In dit geval komen er drie optimale ontwerpen uit. En op basis van drie, die, die drie optimale ontwerpen kunnen, kunnen we verder het deta detailontwerp gaan maken. VR en AR, ook een belangrijke toepassing. Je ziet hier een, uh, een voorbeeld van het uh, depot Bormans van Beuningen... waarbij we met name naar de logistieke bewegingen hebben gekeken. Uh, door ook VR toe te passen, AR toe te passen in dit geval... met de Microsoft HoloLens... Uh, kunnen we veel beter uh, allerlei logistieke bewegingen uh, simuleren... en ook uh, 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 problemen in de logistiek uh, beter voorspellen. 4D-simulatie, uh, ook een heel belangrijk onderwerp. Waarbij we uh, zeg maar de factor tijd koppelen aan het 3D-model. Je ziet hier een voorbeeld van het Museum van de Toekomst in Dubai. Waarbij we in de loop van de tijd zien hoe zo'n gebouw uh, vorm krijgt. Um, uh, hier zie je een, een, een soort van simulatie die we, die we meer naar, naar onze klant of naar, uh, uh, op een aantal events laten zien. Maar je kunt voorstellen dat zo'n 4D-model ook echt in detail op de bouwplaats gebruikt kan worden. om uh, onze bouwplaatsmedewerkers inzicht te krijgen, geven. Aan het begin van de dag van nou, dit zijn de belangrijkste elementen om, om deze dag te gaan, gaan realiseren. Ook hier allerlei koppelingen met logistiek, met, met voortgangscontrole, etcetera. etcetera. Uh, de stap 5D, waarbij we vanuit het 3D-model ook hoeveelheden bepalen. Hier ziet hier een voorbeeld van de projecten op de afsluitdijk, waarbij we vanuit het model hoeveelheden bepalen. En ook estimations, calculaties kunnen doen voor, voor projecten. Innovaties, uh, belangrijk. Uh, dit is eigenlijk een, de stap die we nu maken naar de, 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 de realisatiefase. Waarbij we zoveel mogelijk van onze producten, halfproducten, willen produceren in fabrieken. Deels onze eigen fabrieken, deels fabrieken van partners. Dit is onze 3D-betonfabriek in Eindhoven, waar wij elementen produceren voor woningen, voor bruggen. Dus uh, daar gebeuren hele mooie dingen. De Zalmhaven hier in, uh, in Rotterdam. Uh, waarbij wij uh, op locatie, op de projectlocatie zelf een Flying Factory hebben gecreëerd. Je ziet hier een, uh, uh, aan de bovenkant van de, van de toren een, 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 uh, de Flying Factory. De plaatjes aan de rechterkant zie je de binnenkant van die factory. Waarbij we elementen, geprefabriceerde elementen, aanvoeren en daar zeg maar, op een fabrieksmatige manier uh, produceren in die toren. En op die manier kunnen wij één verdieping per week realiseren in dit uh, project. Dus best wel uh, uniek. Tijdens het bouwen zijn we ook continu bezig om. Uh, om uh, Controles te doen of verificaties te doen tussen het model en de gerealiseerde situatie. Je ziet hier een voorbeeld van het Museum van de Toekomst, waar we continu dingen met elkaar afstemmen om te zorgen dat wij zaken op een goede manier realiseren. Op allerlei andere manieren zijn we bezig met checklists. Dit is een voorbeeld van het toepassen van, van, van BIM360, waar we allerlei controles doen, ook tijdens de bouw: kwaliteitscontroles, safetycontroles, cetera. De link die we maken van het ontwerp naar de fabricatie. Uh, uh, wordt ook steeds belangrijker in onze organisatie... waarbij we vanuit het 3D-model in dit voorbeeld... Uh, uh, gevelelementen van het uh, Groninger Forum uh, produceren... rechtstreeks vanuit het uh, 3D-model, de echte CAD-CAM-integratie. En ook het toepassen van facility management in de, uh, sorry, uh, augmented reality in de facility management fase... waar hierbij uh, testmonteurs uh, mon worden, uh, worden uh, uh, geholpen... door de augmented reality-bril om... Uh, 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 Sprinklertests te kunnen gaan, uh, gaan doen. Um, uh, even wat dieper in de GIS-wereld induiken. Dit is een voorbeeld vanuit het project uh, Afsluitdijk, waarbij je ziet dat uh, we daar op basis van period periodieke inspecties. Uh, bijvoorbeeld de status van uh, bebording langs uh, de, de dijk, maar ook al het groenbeheer uh, langs de dijk vastleggen in ArcGIS Collector. voorbeeld van uh, de gemeente Haarlem, waar wij. Uh, uh, maandelijks ook uh, uh, controles doen van het uh, asfalt en de situatie van de weginfrastructuur uh, daar. Vastleggen in allerlei dashboards in, uh, in ArcGIS collector om daar ook te ondersteunen in het uitvoeren van uh, beheer en onderhoud. Schiphol. Ook een heel mooi voorbeeld van hoe wij ArcGIS inzetten om uh, koppelingen ook te maken met onze Maximo-omgeving. En ook koppelingen te maken met de GIS-omgeving van, uh, van Schiphol. Om de stand van zaken van allerlei um, uh, monitoring weer te geven. En ook te, een goed overzicht te geven van alle uh, werkorders en, uh, en potentiële disrupties die, uh, die op, het, uh, op het, uh, uh, de landsite van Schiphol plaatsvinden. Laatste plaatje. Al die data die we met z'n allen creëren is heel belangrijk. Daar zijn we volop bezig met allerlei initiatieven op het gebied van machine learning en AI... om toepassingen te, 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 te realiseren om, eh, om, om, om onze projecten steeds beter... en steeds eh, op, een, op eh, onze management van informatie te zien... en dingen steeds beter eh, te kunnen gaan doen in onze organisatie. Um, dit was mijn laatste plaatje. Uh, awards zijn altijd belangrijk. Nogmaals gefeliciteerd, Volker Wessels... Uh, uh, wij willen graag uh, dat uh, leadership in digital construction uh, 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 als, als over de hele sector uh, uh, laten, laten plaatsvinden. Dus ik roep mijn collega's op. Uh, 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 aan, de, aan de slag met die digitale transformatie. Maar besteed vooral aandacht aan de factor mens. Technologie en proces is belangrijk. Maar besteed vooral aan de aandacht aan de, aan de factor mens. Dank wel.